toen ze mij de vraag stelde, was ik even zo van... ik? Een musical? Maar ik heb dat even laten bezinken, naar de muziek geluisterd. Yep. En even gedacht van, ja, maar eigenlijk heb ik dat altijd wel eens willen doen. Hier staan we weer 3 jaar later. Ben je nog altijd even enthousiast om de rol te spelen? Ik ben zeker even enthousiast. Ik ben heel blij. Heel blij dat we hier terugstaan, dat we die draad terug opnemen en dat we deze mooie verhaal met het publiek kunnen delen. Mogelijk zelfs enthousiaster. Nog meer. Dat is zo van, het komt. Nee, het komt niet. Ja, het komt. Ja, het gaat komen en dan, nu is het er eindelijk. Dus dat is zo, ja, mogen we? Dat is zo 300% goesting. Zo, ja. De bomen zijn de longen van de wereld, als je denkt. Ze ademen en blazen schone lucht die leven schenkt. Ze groeien, elke ademteug geeft hen ook nieuwe kracht. Omdat er ook een winter komt die hen bij zich verslaat. Ik vind dat een fantastische zangeres en dat is zo fijn om daarmee samen te zingen. En ook zij heeft zo'n naturel. Ik weet nog, op haar auditie voor Pocahontas, ik lag al vast als John Smith en ik moest tegenspel gaan geven. En zij heeft zo'n naturel en een warmte die zij van zichzelf heeft. En dat pakt zij mee op het podium. En dat is perfect voor Pocahontas. Zij is Pocahontas gewoon. De muziek is fantastisch. Ik ben fan van Sam, zijn muziek. Sam heeft al hele mooie scores geschreven. Ik vind op kindermusical-vlak vind Pocahontas echt het mooiste wat hij al heeft geschreven. Ik heb een paar nummers. Die zijn al een keer ingezongen geweest. In de corona hadden we toch tijd om daar verder mee te experimenteren. Ik ken ze niet meer, heb ik net bedacht ook, want ik wou even oefenen en ik weet niks meer. Dus het blokproces gaat jammer genoeg ook weer helaas beginnen. Ik vind de muziek heel mooi. Heel goed geschreven door de Sam Verhoeven. En ik vind ook zo, ja, er zijn situaties van ah ja, hier denk ik dat, ja. Ik heb zo'n klein handlangertje, en de Stijn, die mag zo naast mij lopen en ik mag er zo John Cleese en Manuel gewijs, mag je die zo mishandelen zo. En dan daarna gebeurt er van alles hoor, pas op. Maar en dat komt snel terug. Ik ben altijd met dans bezig geweest, zingen, acteren. En die drie komen dan nu eens leuk samen. Dus ik denk, ja, ik moet dat gewoon doen, blijkbaar. Hè? Brahim moest verstek geven, jammer genoeg. Gina is dan in de plaats gekomen. Ik heb ze vandaag leren kennen, super toffe vrouw. Heeft nog niet zoveel ervaring met musical, dus die gaan een beetje zenuwachtig zijn. Dat is normaal in zo'n geval. Dus we gaan die begeleiden, dat gaat leuk worden. Het feit dat ik dan het opperhoofd mag zijn, dat de rol van de vader nu naar de moeder gaat, ja, is plezant eigenlijk. Dat is ook eens een andere switch. Dus ja, ik was wel blij met de vraag. Het is een leuk verhaal, het is universeel. Het kan er ook tegen, want er is een andere rol. De vader is nu een moeder geworden. Wat ik eigenlijk ook wel heel woke vind. Dus dat is eigenlijk toch een beetje aangepast aan deze tijd. We waren ongeveer tot in de helft van het stuk geraakt tijdens de eerste repetities. En dan, ja, dan kijkt het er nog meer naar uit om dat af te maken. Nu moeten we toch doen alsof we het nieuw ontdekken. Dus het is zo... Het is precies zo terug iets beginnen met een oud lief of zo. Het is zoiets, een rare combinatie van nieuw en vertrouwd. Alleen niet dat ik dat zoveel gedaan heb. Maar snap je wat ik wil zeggen? Zo? Ja. John Smith is echt een zeer interessant figuur op zichzelf. Ik ben blij dat hij niet de prins is. Hij is wel zo de romantische held van het verhaal, maar hij is geen prins, hij is niet afgelikt. Dus dat is heel fijn om te spelen. Ja, musical is wel echt iets anders dan wat ik meestal zing. Dus dat is allemaal wel een beetje hoger en wat pittiger, op een andere manier gewoon. En dan is het wel fijn. Ik vind dat heel boeiend om te studeren eigenlijk. Het is een beetje de zangnerd of zo bijna in mij die denkt, ja, we gaan dat echt studeren zo. Ja, qua dans, ik ben geen danseres, ik weet dat ook, maar ik wil dat natuurlijk wel, ik wil zoveel mogelijk goed kunnen oppikken. En dan ben ik aan het voorbereiden met Just Dance. Goeie tip, omdat ik dan gewoon leer om mensen na te doen. En dat is dus echt, dat werkt dus keigoed voor mij. Dus ik hoop dat de choreografen gaan zien dat ik ja, dat toch wel iets beter kan nu. Ik zorg een beetje voor de komische noot in de dingen. Komische noot. Lachen, waar heb je dat bedacht? Nee, maar dat is altijd wel leuk. Want het is een heel mooi het is een universeel liefdesverhaal. Het is een beetje Romeo en Julia, hè, Pocahontas. Dat zijn zo de grote liefdesverhalen. En daar moet een beetje tegenwicht, want het is een familiespectakel, ook voor jongeren. En ik denk dat die er veel in gaan kunnen herkennen. Dat die er veel verschillende thema's uit kunnen halen. Dus, ja.